Welkom in Bloomburg, een server waar ik en Torben samen wonen. Alleen er is een nieuw persoon in Bloomburg. En ik vertrouw dit nieuwe persoon niet helemaal. Maar ik heb een winkel geopend, want die nieuwe persoon die heeft in zijn huis alleen helemaal geen meubels. En misschien kan ik wel wat diamonds aan hem verdienen. Dus dan zou ik het op zich niet heel erg vinden als hij in Bloomburg woont. Ik wil namelijk heel veel diamonds hebben, want in totaal, als ik even naar boven ga, heb ik maar 4 diamonds. En ik heb er meer nodig, want mocht er ooit wat gebeuren met Bloomburg, moet ik de allersterkste spelers zijn die er bestaat. Ik heb een enchanted chestplate. Verder ben ik zwak. Oké, ik heb honger. Heb ik ergens wat eten? Want ik ga dood. Dit is niet de bedoeling. Ik heb hier 4 broodjes. Ik heb meer nodig. Vandaag is namelijk een hele leuke, belangrijke dag. Vandaag is namelijk de opening van mijn meubelwinkel. En ik moet Torben en die andere gast Pato moet ik wel nog even uitnodigen. Wie heeft hier wat gestolen van mij? Waarom is dit nog niet gegroeid? Sowieso dat Torben weer dingen van mij aan het stelen is. Dit is dus absoluut niet de bedoeling. Oké, ik moet nog even de winkel klaarmaken. Ik moet nog een paar dingetjes doen. En over 10 minuutjes ongeveer ga ik de winkel openen. Alleen dat moet ik natuurlijk wel tegen Torben vertellen. En tegen die meneer daar. Torben, open doen! Torben! Oh. Torben! Oh. Ja, Torben. Ik kom eraan. Waar ben je? Waar ben je? Torben, open doen. Open doen. Ik heb heel leuk nieuws voor Hallo. Je. Ik heb heel leuk nieuws. Waarom doe jij er zo lang over? Ja, sorry. Ik was even bezig beneden. Waarom heb je een pijl in je voet? Je hebt een pijl in je voet. Gaat het goed met jou? Ja, er was een draai eens om. Beneden. Draai eens om. Kan je het eruit halen? Auw! Sorry, ik weet niet of je het al hebt gezien, maar ik heb een eigen winkel geopend ergens in de Bloomberg. Kom. Nee, heb ik nog niet gezien. Kijk, daar. Tada! Oh! Mooi, hè? Ik heb dit serieus nog niet gezien. Ik heb buren! Buren! Nou, daar woont niemand, maar dat is dus mijn nieuwe winkel. En over 10 minuten niet. Nee. Over 10 minuten is pas de grande opening. De grote opening van de winkel. Dus ik mag er nog niet heen. Nee, dus over 10 minuten. Dan, dus dit mag niet. Nee, toch. Oh, de deur is toch op slot. Over 10 minuten mag je komen. Dan ga ik de winkel openen. Alleen eerst moet ik... weet jij of Pato thuis is? Weet jij dat? Nee, hij is niet thuis. Hij is bij mij voor iets bezig. Hij is bezig? Hij is bezig met iets te bouwen voor mij. Maar ik denk dat je misschien wel daar ergens kan vinden. Die kant op. Vertrouw jij hem? Ik vertrouw hem niet. Ik vertrouw hem. Ja, ik vertrouw hem eigenlijk binnenlinks al. Maar... Hoezo? Wat is hij allemaal aan het doen dan? Ik heb gewoon goede gesprekken met hem gehad. En hij is gul, aardig. En ik weet niet, het gaat tot nu toe eigenlijk best goed met hem. Ik heb hem echt bijna nog nooit gesproken. Alleen met jou. Weet je wat? Nou. Ik ga hem gewoon uitnodigen voor de opening. En hopelijk heeft hij heel veel diamonds. Dan gaat hij bij mij heel veel meubels kopen. Dan ben ik supersterk. En dan neem ik Bloomburg over. Kijk, en daarom vertrouw ik jou gewoon. Hoezo? Ja, en daarom vind ik Pato een stuk aardiger. Ik ga Bloomburg... Nee, zo bedoel ik het niet. Ik bedoel... Ja, nee. Ik bedoel, als Pato daar niet te vertrouwen is... Dan kunnen wij hem samen uit Bloomburg wegjagen. Dat is wat ik bedoel. Ja. Want ik vertrouw hem niet. Jou vertrouw ik inmiddels wel een beetje. Vasthouden. Hoe kom jij nou weer aan zulke goede... Deze had ik de vorige keer al. Ja, oké. Doei, Torben. Doei. Doei. Hallo, is er iemand thuis? Hallo. Er is hier niemand thuis, denk ik. Hallo, is er iemand thuis? Hallo. Waarom heeft hij opeens meubels? Huh? Dit vind ik raar. Dit meen je niet. Hij heeft meubels. Ik wou juist meubels aan hem verkopen. Waar is hij überhaupt? Hallo? Is er iemand thuis? Nou, hij heeft niet heel veel meubels. Hij heeft in ieder geval nog geen bank. Dus misschien dat hij nog een bank van me wil kopen. Torme zei dat hij misschien ergens daar achter was. Vertrouw ik dit? Wat zijn ze allemaal van plan? Ik heb echt geen flauw idee. Trouwens, Torben, die was net ergens in de kelder. Wat is hij allemaal aan het doen? Hallo, Torben. Torben heeft camera's. Ik ben benieuwd wat Torben allemaal van plan is. Ik vertrouw ze niet. Ze zijn sowieso iets aan het doen. Oké, wat kan ik hier dan vinden? Torben zei dat hij ergens hier was. Ik zie daar wat. Wat is dat? Wat is dat nou weer? Wat zijn ze van plan? Wat is hij allemaal aan het doen? Hey! Hallo! Hoi, Pato! Yes. Pato, wat ben jij allemaal aan het doen hier voor Torben? Niks, het is voor Torben. Ik snap het niet. Waarom, wil je ook wat voor mij doen? Of, Ligt eraan.
hoezo ligt eraan? Ik vertrouw jou niet, hè? Ik ben de baas van Bloomberg, hè? Dus je moet doen wat ik zeg. Dat weet je. Ik dacht dat Torben dat was, maar of nee. Jullie allebei of? Nee, ik ben officieel de baas van Bloomberg. Wat okay. Is dit? Een of andere lelijke speeltuin of zo? Nou, ik vond hem wel mooi eigenlijk. Ja, hij is ook best wel mooi. Ik raak helemaal afgeleid. Hey, over 10 minuten is de grande opening van mijn winkel. Ik heb namelijk een meubelwinkel gestart. Dus over 10 minuten is de opening, dus je moet er aanwezig zijn. Ja, en neem heel veel diamonds mee. Dat is belangrijk. Oké. Ja? Okay. Ga ik doen, ja. Oké, okay, tot over 10 minuten. Doei. Doei. Wat is hij allemaal van plan? Ik vertrouw er helemaal niks van. Wat is hij allemaal aan het doen? Hij is gewoon iets aan het bouwen voor Torben. Torben heeft nu gewoon een nieuwe vriend die alles voor hem doet, waardoor hij mij niet meer mag. En ik wil hem gewoon uit Bloomberg hebben. Ik vind het niet leuk. Hij heeft ook een heel mooi huis. Ik heb ook een mooi huis. Welk huis vinden jullie mooier? Die van Pato of mijne? Ik vind sowieso mijne wel mooier. In ieder geval, er zijn nog een paar dingen die ik moet doen om de winkel te openen. Natuurlijk heb ik even wat wisselgeld nodig. Want als iemand dat diamond blok heeft en het kost maar een paar diamonds. Kijk, dan moet ik wel wat diamonds teruggeven. Want heb ik nog meer nodig. Verder heb ik, denk ik, helemaal niks nodig. Nee. Ik denk dat het allemaal wel prima is op dit moment. Misschien nog wat leuke potjes neerzetten. En daar moet ik dan nog even wat leuke bloemetjes in stoppen. Ik denk dat dat wel leuk is om te doen. Eens even kijken. Zo, geef mij even deze bloemetjes. En ik moet een soort van lint hebben. Om de winkel te openen heb ik namelijk lint nodig. Oké, maar daarvoor heb ik eerst een schaar nodig. Heb ik een schaar? Ik heb hier een schaar. Kijk. Hierboven heb ik nog wat wit wol. En dan heb ik alleen nog... Nee, trouwens, ik heb rood wol nodig. Ik ga namelijk het rode lint doorknippen. Dus hallo schapies, ik ga jullie even knippen. Ja, vinden jullie vast niet erg. Zo, dankjewel. En dan heb ik even een hekje nodig. En ik doe wel gewoon een ster. Het maakt niet uit. Het gaat uiteindelijk toch om het idee. En eens even kijken. Kijk, hier doe ik dan zo de ster. Hier doe ik nog een ster. Zo. En dan is dit mijn rode lint. Kijk dan, dit ziet er toch mooi uit. En dan als ze hier over 10 minuten zijn, dan ga ik het doorknippen en dan is de grande opening. Oké, natuurlijk wel nog even wat bloempotjes binnen neerzetten. Wat is dit? Wat is dit? Jongens, wat is er gebeurd? Dit heeft sowieso Tormen gedaan. Er is ingebroken in mijn meubelwinkel. Alle meubels zijn weg, behalve mijn rode stoel. Dus wacht, de oranje is weg en er stond een groene. Wie wil nou een oranje en een groene bank hebben? Wie heeft dit gedaan? Heeft Tormen dit gedaan of... Dit moet Tormen gedaan hebben. Dit heeft Pato gedaan. Dit heeft 100% Pato gedaan. Waarom ben ik hier bloemen aan het inzetten? Dat boeit ook allemaal niet meer. Wie heeft dit gedaan? Hallo! Hallo! Is hier een opening? Nee, er is geen opening. Wegwezen. Hoezo niet? Wegwezen. Wegwezen. Jullie weten heel goed wat er aan de hand is. Jullie hebben ingebroken in mijn meubelwinkel. Of in ieder geval één van jullie. Dat ik kan niet anders. Ik zou dat nooit doen, dat weet je. Jij hebt ingebroken. Hoezo? Ja, nee. Nee. Nee, en waarom heb jij dan opeens een stoel in je huis? Die stond op zolder. Die pakte ik letterlijk net. Nee, die stond niet op zolder. Vraag me niet hoe ik dat weet. Ik heb hem meegenomen uit mijn oude huis. Hey, hij was de hele tijd met mij net, hoor. Hoezo? Dus ik geloof niet dat Pat een van jullie... Okay. Nou, kijk dan, jongens, ik had een heel mooi lint gemaakt. Nee, ja? Ik wou zo dat lint openknippen, maar kom eens even kijken wat er is gebeurd. Er is ingebroken, dus al mijn meubels zijn weg, behalve mijn rode stoel. Waarom lach je? Waarom lach je? Ja, ik vind het eigenlijk wel grappig. Wil iemand nog wat kopen? Want het is geen vogelhuisje. Het is een brievenbus. Oh. Ik wil deze eigenlijk wel, maar rood is niet echt mijn kleur. Nee, misschien is oranje meer jouw kleur. Of is het jouw kleur? Want heb je er eentje het oranje? Die had ik, maar die is gestolen. En ik had de groene. Geen idee wie die groene heeft, maar... Nee, wie wil er groen? Groen is echt geen mooie kleur. Nee, dat snap ik ook niet. In ieder geval wegwezen, ik vertrouw jullie niet. Geloof me. Ik was aan het kijken Ja, doei. Geloof me, ik kom er nog wel achter wie dit heeft gedaan, oké? Okay? Ja, ik wegwezen. Ben het niet. Nee, tuurlijk niet. Maar wist je dit al toen je, mij net een uitnodiging nee, gaf? Nee, Torben. Misschien moet ik even kijken wat jij allemaal onder je huis aan het doen bent. Want ik zag je wel een ladder op gaan. Hè? Huh? Nee. Laat zien dan. Laat zien dan. Dat durf je niet, hè? Nee, dat je durf bent je niet, hè? Geweest. Je ja, bent waar, laatst waarom geweest. Waarom ben je er dan zo lang? Wegwezen. Wegwezen. Ik ben lekker aan het bouwen. Torben, wegwezen. Hey, ik vertrouw jou niet meer. Jij hoeft mij trouwens helemaal niet ik weg te staan. Ik vertrouw jou niet meer. Wat? Rustig, ik heb ook een zwaard. Rustig.
Wegwezen. Rustig. Wegwezen. Kalma, doei. Als je ooit hulp nodig hebt, dan laat je het maar weten, ja? Ja, oké. Okay. Doei, Torben. Daar. Sowieso dat Torben of Pato dit heeft gedaan. Dat kan niet anders. Ik heb het idee dat Torben er wat mee te maken heeft. Of misschien wel Pato. In ieder geval, het eerste wat ik moet doen is ervoor zorgen dat mijn meubelwinkel een beetje beter beveiligd is. Want dit kan niet. Ik ga hem denk ik eigenlijk gewoon weer repareren. En dan... Oh, ik heb een idee. Ik heb echt een heel goed idee. Daarmee kan ik sowieso de dief vangen. Torben? Ja? Torben, ja. Kom eens uit die kelder van jou. Ik sta hier gewoon boven. Ik was even slaapgedut. Rustig, hallo, okay. Ik ben net wakker. Ik kom even binnen. Oh. Hey, Torben. Ja, heel gezellig, maar ik heb een idee. Aangezien ik jou niet helemaal vertrouw, maar jij hebt camera's. Dacht ik, als ik nou gewoon mijn meubelwinkel ga beveiligen, dan vertrouw ik jou. Ik had het kunnen zien op mijn camera's wie het had gedaan, maar ik heb helemaal niet opgelet. Torben. Wat was je vraag? Ik wil camera's hebben, dan kan ik mijn winkel beveiligen, die ga ik dan verstoppen. En dan de volgende keer als er wordt ingebroken, weet ik wie het heeft gedaan. Dan moet je niet bij mij zijn. Hoezo niet? Ja, ik heb ze toen toch gestolen van Pato uit dat huis. Serieus? En we hebben het goed gemaakt door hem hier te laten wonen. Maar hij is de enige die weet hoe je eraan komt. Ik heb geen idee. Maar hij is juist degene die ik helemaal niet vertrouw. Ja, dan moet je... Hoe kom jij aan de oranje bank? Dan moet je... Jij hebt mijn huis ingericht! Ah, dat was ik even vergeten. Nee, maar Pato is... doe dan gewoon alsof je hem wel aardig vindt. Zeg maar, ik vind hem oprecht aardig, maar je kan het gewoon even doen alsof. Ja... Ik doe wel... Weet je, misschien is hij wel gewoon te vertrouwen en is het wel gewoon... Misschien is het wel gewoon iemand anders. Ik weet doe het eens niet. Doe eens alsof ik Pato ben, hè? Wacht, loop. Ja. Waarom heb jij mijn winkel ingebroken? Geef mij camera's! Nee, dat moet liever, Jesse. Dat moet liever, anders gaat hij geen camera's. Oké, wacht. Dat doet het nog een keer. Hallo! Ja! Ja, Pato. Hallo. Pato. Hallo. Ja, open doen. Kom binnen. Vuile dief. Ik bedoel... Nee. Sorry, of niet. Oké. Okay. Jesse, ik heb vertrouwen in je. Je kan Oké, is goed. Hop. Dankjewel. Doei. Chop, chop. Hallo, Pato. Is Pato thuis? Hoi, Jesse. Hallo, vuile dief. Ik bedoel... ik heb een vraagje. Mag ik even bij jou binnenkijken? Ik ben nog nooit bij jou op visite geweest. Nee, absoluut niet. Je noemt me net een dief. Echt niet. Jawel. Echt niet. Oké, ik heb een vraagje. Torben zei dat jij camera's had en dat jij die aan Torben hebt gegeven, gratis, en dat wil ik ook. Mag ik camera's geen hebben? Camera's. Hoezo heb je geen camera's? Op dit moment, nee, ik kan er wel aankomen. Hoe kom je er wel aan? Hoe kom jij aan die camera's? Gaat je niks aan, dat is mijn ding. Hoezo, dat gaat me niks aan? En hoeveel dat kost je niks aan? Als jij camera's wil, dan gaat dat je gewoon wat kosten, Jesse. Hoeveel kost dat dan? Hoeveel wil je er? Ik wil 2 camera's. Dan kost dat je 2 diamonds. Ik heb alleen 2 bloempotten. Daar heb ik niks aan. Dan kan je mooi je huis mee versieren, weet je. Je hebt natuurlijk al hele mooie meubels, wat ik alleen ik helemaal niet... Ik heb helemaal geen meubels. Nee, hallo. Ik heb geen meubels. Jij hebt wat te verbergen. Geef me die camera's nu. Ik heb ze nu niet. Ik laat ze bij je bezorgen. Geef me diamonds dan terug. Nee, je wou toch camera? Oké, ik wil ze morgen hebben. Begrepen? Begrepen? Morgen. En dan kan ik precies zien wat er gebeurt... In mijn winkel. Dus pas maar op. Als jij ze goed ophangt, dan wel, ja. Ja, oké. Doei. Ja. Doei, Pato. Doei, Jesse. Oh, moet ik hem vertrouwen? Laat het even weten in de reacties, oké? Wat is hij allemaal aan het doen?